Ik ben Maya, Maya van de Pieteman. Een cactusfreak ben ik. Lid van de vereniging Succulenta. Het lidmaatschap bestaat uit kennisuitwisseling en gezellig over plantjes praten. Een gezellige avond. We nemen vaak plantjes mee. Er is altijd een loterij. Mijn specialiteit zijn hooggebergte planten. Hooggebergte planten uit de Andes van Zuid-Amerika. Daar heb je dus verschillende geslachten. Onder meer dus de Sulcurabutia, waar ik meer in gespecialiseerd ben. Die groeien ongeveer vanaf 2500 meter tot 4500 meter hoog. Dat is behoorlijk hoog. En daarna zijn er dus plantjes die nog hoger groeien. Dat zijn meer de Meriolobivia's. En dat zijn hele kleine plantjes over het algemeen. Ik ben begonnen met platte bakken. Gewoon platte bakken. Zo begint iedereen een beetje hier een plantje daar. Ja, het probleem is alleen dan moeten ze in de winter moeten ze naar binnen. Want dan wordt het vaak te koud. Nu de laatste winters is het niet zo koud geweest. Maar in de tijd kon het toch nog wel zo'n 10 graden vriezen. Dat is te koud voor ze. Nou, daarna ga je steeds verder uitbreiden. Toen kwam er uiteindelijk een klein kastje. En dat kleine kastje werd ook al gauw. Het probleem is met die plantjes, als je ze goed verzorgt, kleine plantjes worden groot. En je krijgt er steeds meer. De ene kastje bloeit langer dan de andere. Je kan zeggen hoe groter de bloem, hoe korter de bloeitijd natuurlijk. Er zijn planten die hebben wel bloemen van 20, 30 centimeter. Dat zijn voornamelijk dus wel nachtbloeiers. Vaak witte bloemen. Je hebt bijvoorbeeld de koningin van de nacht en zo. Die heeft hele grote bloemen. De bloemen van, maar die bloeien dan maar één nacht hoor. De cactussen van mij bloeien ongeveer 2 à 3 dagen. Dat ook afhankelijk van de warmte. Hoe warm het is, hoe meer verdamping, hoe gauwer ze dus uitgroeien. Ja, een beetje mooi zijn. Het nut van een vereniging is in de eerste instantie het stimuleren van elkaar. In je eentje kan je iets doen, wat voor hobby het ook is. Sommige mensen hebben daar voldoende aan. Maar ik vind het leuk om kennis uit te wisselen met elkaar. Dus gewoon over plantjes te praten. Doe je dit zus en hoe doe je dat zo? En kijk eens wat leuk en dat ziet er mooi uit. En laten we dat eens samen onderzoeken. Dat stimuleert erg. Dat is ook mijn taak eigenlijk in de landelijke vereniging. Mensen stimuleren, coachen, belangstelling wekken. Want het is echt een hele mooie hobby.